Oké, goedenavond. Het is nu 7 uur, de eerste dag van de blokkade. Jullie willen graag iets kwijt, zeg het maar. Nou, dat er heel veel Groningers zijn. En mensen denken nog steeds dat de Groningers niet wakker zijn, maar die zijn er wel. En we zijn juist zo trots en zo blij dat er een heleboel mensen uit de hele wereld zijn gekomen om Groningen te ondersteunen. En dat is hard nodig. Maar het gaat eigenlijk over de planeet, de aarde. Ja. En daar is gewoon een onderdeel van. Dus het zou wel fijn zijn als mensen weten dat Groningen dat heel belangrijk vindt. Oké. Want jullie hadden ook nog de NOS geconfronteerd hiermee? Of, ja, dat is altijd interessant. Dan ga je naar die jongens toe en die zeggen dan van, oh, maar er zitten echt wel Groningers in onze reportage. Nou, en dan zie je dus inderdaad 14 seconden aan Groningen. En de rest is dan natuurlijk toch, dat ze graag willen dat hier een soort vakantiesfeer gefilmd kan worden. Ja. Beetje raar allemaal. Ja. Ja, goed. Oké, dat was de boodschap voor vandaag. Ja. En de boodschap aan de NAM is, je kan het er wel uithalen, maar je kan het niet meer terugstoppen. Dus denk even na. Ja. Dank jullie wel.